It's hard to hate on the truth. I'm living enough, man, hate with the lies instead. Counting cash with a phone to my ear. I feel like Meek on a private jet. Life or death, five, five, eyes, fires, potential wifey. In the street, respected. Yo, yo, yo. Yo. Zijn hier met JD. JD. Weten het zelf. Jullie weten het zelf, man. Goed, ik ben JD. Aangenaam. Artiestnaam Dirty Sprite JD. Een van de derde van Dirty Sprite Gang. En vandaag ga ik een paar vragen beantwoorden, maar wat zeg dat? Ja, man. Dat is van. Hoe begon je carrière? Wil je lachen? Ja. Ik begon als voetballer. Ik was gewoon een voetballer. Boy. En ik ging voetballen. En mijn broertje heeft een schoolopdracht gedaan, net als jullie. Mm-hmm. En ik zag het. Ik zag het op YouTube. En hij zei, check. Dus ik had gekeken. En het zag er wel hard uit. En ik zei tegen hem, gaan we dit doen? Hij zei, ja man. Sindsdien hebben we hebben het niet echt serieus genomen toen. Het was nog een hobby. En sinds 2019 kregen we een beetje aandacht. En toen dachten we, ja man, we gaan dit doen. Maar jullie gingen gewoon de tune tapen voor scoren? Nou, hij. Ik deed totaal niks met muziek. Oh. Ik deed echt niks met muziek. En hij heeft het gemaakt. En ze hebben een clip gemaakt met zijn vrienden en zo. Mm-hmm. En het zag er hard uit, man. Het was ook nog een remix van Atje. Een oude liedje van Atje. En het was hard, man. Het heeft geen views gepakt, maar het was wel hard. En ik vroeg hem van, yo, gaan we dit doen? Hij zei, ja, man. En mijn vader zit toevallig, hij is een beetje bekend in Curaçao met muziek. Dus ik heb het al een beetje in met die muziek. Mm-hmm. Waardoor nu is het gewoon roeien met die boot, man. Het is easy. Mm-hmm. Dus hoe lang doe je dit al, sinds zo? Ook een leeftijd. Ik neem het serieus sinds 2019. Ik ben nu 29. Dus een paar taaien geleden, man. Mm-hmm. Hard werken. Mm-hmm. Ik ben nog steeds niet waar ik wil zijn, maar we werken hard. Man. Maar waar wil je precies zijn? Wat wil je bereiken? Wat wil ik bereiken met dit rap? Financiële vrijheid. Mijn broertje kijkt er meer naar als een passie. Hij wil echt rappen. En ik kijk meer naar een financiële vrijheid, waardoor ik mijn studie ging doen om te produceren. Heb ik vorig jaar in de Producer Academie van Utrecht afgerond. En nu push ik hem in alles wat ik weet, van school en zo, push ik hem meer. Ik rap zelf ook nog steeds, maar ik persoonlijk focus niet daarop. Mijn broertje focust meer daarop en ik push hem. Maar dat focus je meer op produceren? Ja man, ik wil meer produceren. Ik wil audio engineeren voor veel artiesten. Ik vind dat echt hard. Wat veel mensen chop en screw noemen. En ja man, gewoon dat man in principe. Kan je drie artiesten voor me noemen waarvoor je gewoon een beat wil maken? Gewoon een boze. Mijn top drie artiesten waarmee ik, waar ik echt een beat voor mee wil maken. Hoe maak je het? Noem me gewoon drie artiesten. Dongo van Curaçao. Mm-hmm. Shout out naar Dongo, by the way. Lil Wayne. Mm-hmm. Lil Wayne. En voor mijn broertje, man. Ja, toch. Nee, maar hij kan goed rappen gewoon. Ja man, we hebben laatst een maandje, anderhalf maandje geleden hebben we een video uitgebracht. Mm-hmm. Misschien kunnen we die video kijken. Ja man, laten we het checken. Die link is je broertje toch? Ja. Moet je nagaan, het is 5 jaar joh. Als je niet weet hoe je dingen moet uitbrengen, als je niet weet wat marketing is, als je niet weet wat marketingplan is, als je niet weet wat advertenties zijn, dan moet je dat soort dingen volgen om te weten. Ja man. Oh man, damn. Maar doe je ook shows? Gewoon
concerten. Ja, man. Ik heb nu een deal met... kennen jullie club Jimmy Woo bij Leidseplein? Jullie zijn jong, man. Komt wel bekend voor, ja, maar ik... Ja. Ja, ik heb een boekingsdeal met hun, en waardoor ik elke donderdag een show geef in de Jimmy Woo. Shout out naar Jimmy Woo, Blossom. Shout out naar jullie, man. En ik doe ook shows voor Banne Bruist. Aankomende Banne Bruist is in september. Mm. Ik ga samen met de mensen van jullie school en zo kijken of jullie met mij mee op stage kunnen komen. Dan kunnen jullie mee checken, maar we gaan. Misschien kan je je tune ook op stage doen. Wow. Ik heb gehoord, je hebt een tune gemaakt op school. Ja, man. We kunnen dat ook bekijken. Ja, dat is ook cool. Laat me zien, man. Niggas be bitches, niggas be hoes. None of them really want smoke. Cushion it black for a motherfucker op. If I catch that about you, so we up in them poles. Duck on J6, leave your ass on the floor. We gon' leave your ass tripping. For the bitch that we left him with stitches. Don't talk on the net, cause you know you gon' get you. Like damn, I feel like West, I'm running a Benzo. Feels wrong, but I'm doing them right. Chop on me, I ain't know the bitch bite. Top 5-6 with a beamy ass bright. Sippin' some lean with that motherfucker Sprite. And Murray said keep this, we up in the price. If it's up, then it's stuck, nigga, know it's on sight. Better walk with a stick, cause we not gonna fight. ARP loaded, that bitch on 50. So you know that I'm not gonna reload it. Oh shit, I should've known it. I should've up to that throat. The bigger my pockets, the more I'ma show it. Freestyle that shit, don't tell me that I wrote it. I don't give a fuck about that shit or this fame. If I catch me a op, I'ma up to that. Zo'n dik, man. Ja? Super cool. Wat voor type beats kan je flippen? Type beats, wat voor type beats kan je flippen? Alles. Wat is alles? R&B. Alles. Gewoon letterlijk zeg het, ik doe het. Oh. Want ik ging naar school voor... op school kon je kiezen. Ga je of de muziek kant of ga je hip-hop kant. En ik ging meer de house kant. Die techno house, iets die ik totaal niet ken. Waardoor ik nu dingen mix die mensen niet kennen. Dus mix house en drill, dat is raar. Heb je dat ooit gehoord? No, man. Techno en drill, ken je dat? Dus dat soort dingen ben ik gewoon aan het proberen om te kijken of... Nieuwe iets. Ja, net als Jersey Club. Het is ook iets... We pakken samples en zetten drill sounds, drums erop. Het werkt. Ja, sommige producers samplen rare tunes ook, maar gewoon kinderliedjes en zo. Ja. Ik ga niet voor je liggen. Het gaat wel komen, maar ik vind het raar. Ik zit te richten om zoiets te fixen, man. Met allemaal Lego dingen aan de achterkant. Ja, ook van SpongeBob of zo. Ja. Oh. Wat vind je van drill? Wat vinden jullie van drill als... Nederlandse drill gewoon. Nederlandse drill. Nederlands, ja, is... Al was de tijd dat het gewoon in was. Ja. Maar ze hebben het achtergelaten in 2021, vind ik. Sommige zijn ook blokkeerd. Ja. Dus dat... 7K. Ja. Ik vind die drill wel... Ik vind dat gewoon hard, man. Ik zeg het je eerlijk. Persoonlijk, ik vind het gewoon hard. Het slaat in mijn ziel. Yes. Maar wat ik wel begrijp, we praten over een beetje commercieel weer met muziek. Mm-hmm. En als je groot wil worden. Drill kan je wel ergens vasthouden. Want stel je hebt een club. Ja. En je hebt Ronnie Flex en je hebt Jayco de Driller. Wie ga je boeken? De Ronnie Flex of Jayco de Driller? Ronnie Flex, man. Toch? Ja. Je wil geen beef in je club. Je wil geen ruzie in je club. En dat is één ding waar drillartiesten echt vaak mee worden geconfronteerd. En het is één van je grootste money dingen. Als je geen shows kan doen, you out. Wat vind je gewoon van die drillbeats of zo? Ja. Kijk, weet je wat het is met die... Ze hebben het sowieso gekopieerd van de Amerikaanse scene. Ja, en, Chicago. Ja, ik ben ook echt fan van dat ook. Maar... Je moet je voorstellen dat er is die hele city, Chicago, New York, die city, je hebt een bepaalde levensstijl erin. Mensen zijn arm. Veel geweld, vanaf voordat überhaupt drill er was. En drill was een manier om die boys gingen zich uiten. En nu wordt het gezien als geweldmuziek. Terwijl ze gingen zich uit. Dat is de enige manier dat ik mijn woede eruit ga halen op een microfoon. En dat doen ze. En hier in Nederland kopiëren ze dat. En die leven dat die boys leiden daar is echt... Ze hebben geen keuze. Ja.
ze moeten een kind voeden. Ze hebben geen keuze. En dan gebeuren bepaalde dingen. En hier in Nederland kopiëren ze dat gewoon en slaat letterlijk nergens op. Maar hier in Nederland, ik heb het gevoel dat heel veel mensen braggen. Dat ze laten het lijken. Ja, ze laten het lijken. Ja, daar niet van. Je hebt wel sommigen die echt leven, maar is dat eindstand wat diegene zelf wil? Denk ik niet. Daarom rapt hij ook om eruit te gaan. En hier in Nederland, ze prezen het zo. Houden het zo. Ze willen het vast. En dat is het niet. En je ziet ook hoe die kinderen nu eronder lijden. Die jonge guys lopen nu met mes en zo. De mes is zwaarder dan die guys zelf. Ja, voetbal. Je speelde voetbal toch? Ja, man. Ook een club. Ik was in Curaçao. Ik ben in Curaçao geboren. En ik was daar gebleven tot mijn 17e. En vanaf mijn 16e, 15e was ik echt. Op die bal? Diep aan het voetballen. Ik voetbalde bij Ondeba, een van de grootste clubs in Curaçao. Mm-hmm. En daar kwamen Mario Been, Leroy Fer en Vernon Anita. Die kwamen naar Nederland voor scoutings. Om naar AC Milan te gaan. Mm-hmm. En ik was in die scouting gevallen. En ik zou naar AC Milan gaan. En ze waren naar mijn huis gekomen. Met mijn vader gaan praten van, yo, hij is goed, man. We willen hem meenemen, bla bla bla, al die dingen. Mijn vader zei, nee, man, hij gaat nergens. Waarom? Ik keek hem ook aan van, vakken, why? Hij zei, ja, het gaat niet goed op school, dus je gaat nergens. Broer, ik heb gehuild. En sinds die dag in Curaçao heb ik nooit meer een bouwprofessionele manier aangeraakt. Mm. Toen ben ik in Nederland gekomen voor studie. En hier ben ik verder gegaan. Had ik een try-out bij NEC Nijmegen. De eerste week zeiden ze, ik ben te zwak. Ja, je ziet het wel. Ze zeiden, je bent te zwak. En daarna was ik naar Zeeburgje gegaan. Ben ik vanuit Zeeburgje ben ik ineens muziek gaan maken, man. Maar die voetbal, die magic zit nog in die fiets. Zo maar kunnen hiernaar hier buiten ook even. Maar aan de ene kant kan ik niet voetballen, man. Aan de ene kant kan ik je vader wel begrijpen, want het is een grote stap, toch? Ik waardeer het. We praten tot die dag van vandaag, we praten erover. Nog steeds. Want ik ben die man die ik nu ben. Waarschijnlijk zou ik niet dezelfde guy zijn als ik naar Italië zou gaan met een andere vader, een andere moeder. Het zou een heel ander leven zijn. Maar aan de andere kant had ik hem wel gezegd van, nou, misschien hadden we wel rijk kunnen zijn. Ja. Ja, hoe was het eigenlijk om die videoclip te maken? Een videoclip? Er zijn twee manieren. Je hebt een team die op je video kan focussen. Dan heb je, iedereen doet alles voor je. En dan ben je koning. Of je bent mij, die letterlijk aan alles zit. Wij bedenken onze video's zelf. Dus we schrijven gewoon ongeveer hoe we het willen laten lijken. We kiezen een video dat we ongeveer hetzelfde concept maken. Mm-hmm. En we geven het onze eigen draai. De modellen bestellen wij bij een modellenagency. Mijn cameraman ben ik ermee sinds way back. Hij is toevallig ook de cameraman van 101 Bar. Sharon Afold. De liedjes worden dan al gemaakt. We kiezen een locatie. Kiezen auto's of props voor de video. Of we gaan naar een paintball ding. Weet ik veel. Of ik ga naar hier een Lambo. Of weet ik veel. Villa. Ja, gewoon hier iets. En volg je plan wat je hebt geschreven voor je video. En dan komen we op de locatie met allemaal camera's en zo. En dan is het gewoon focussen. En meestal omdat ik en mijn broertje, we zijn best wild. We hebben sowieso ADHD. En we hebben iemand op het set om ons rustig te houden. Om ons te zeggen, nee, oké, je moet daar staan. Je moet daar staan. Fix dit. Doe dit. Kijk zo. Kijk, andere kant. Het is niet leuk. In het begin was het leuk. Toen ik ging springen. Yo. Ken. Met iedereen in de back. Dat was leuk, man. Maar nu is het gefocust. Nu moet je een bepaalde ding stralen. Een bepaalde beeld stralen. Je moet sowieso jezelf zijn, maar je wil dat een bepaalde shot
goed is. Zo uitziet, zo op een bepaalde manier uitziet. Dus je moet dezelfde shot 10 keer opnieuw doen. Je bent vanaf 12 uur tot bam, bezig. Ja, sowieso. Ik ben op, voor 1 clip, je kan letterlijk 2-3 dagen nemen. Wat zijn de meeste views dat jij en je broertje hebben geklemd met één video gewoon? De meeste views? Of gewoon weergave op YouTube en zo? Ja. Op YouTube volgens mij 26k in een week. En op Spotify een ton in een maand. Oh, maar heb je ooit een milli views gekregen? Nog niet. Nee, nog niet. Nog niet. We hebben wel nu bijna 7 ton in totaal. Oh, ja, maar ik. Nog lang niet, man. Maar ik weet zeker, dit jaar of volgend jaar gaan we het zeker raken, man. Anders ook zo. Vertrouwen weer. Ja, man. Je moet ook zelf vertrouwen in jezelf hebben. Je moet zeker weten wat je doet. En dat plan, man. Ik zweer het, dat plan is echt belangrijk. Het klinkt een beetje, ik moet weer schrijven. Ik moet weer denken. Maar als je een plan schrijft en je volgt je plan. Ik ga 5 tunes maken. Van de 5 tunes, nee. Ik heb de beats nodig, ik heb de engineers nodig. Hoeveel kost dat? Of heb je een studio waar al die dingen worden gecoverd? Fix al je dingen op papier. Hoeveel je moet betalen, kijk voor de fondsen, kijk voor allemaal dingen. En als je je ding volgt, geloof me, je hebt een topproduct. En betalen komt daarna pas. Ja. Ik zou sowieso niet focussen op geld. Ik focus niet op geld omdat ik alles al heb meegemaakt. Maar ik zou totaal niet focussen op geld. Ik zou echt focussen op een carrière. Een lange carrière. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken, man. Ja. Ja. En zo naar JD ook, man. En zo naar mijn fucking Dirty Sprite gang. Zo naar jullie Dirty checken, begrijp je? Binnenkort. Ga ze checken. Eind van deze week gaan we iets uitbrengen. Ik weet niet wanneer dit uitkomt, maar in ieder geval. We gaan nieuwe dingen uitbrengen dit jaar. Veel shows. Jaren. Gang. It's hard to hate on the truth. I'm living enough men hate with their lies instead. Counting cash with a phone to my ear. I feel like Meek on a private jet. Life or death. 5-5 eyes, fires, potential wifey. In the street, respected.